Hey, we zijn in het altijd mooie, pittoreske Kijkduin van Den Haag. Ja, wat zeg je dan? Goedemorgen, goedemiddag, wat zeg je dan? Hallo, goeiedag. Mijn naam is Jasmine Abdella en mijn vraag is, wat is het spannendste wat je is bijgebleven? Wat erg spannend was de evacuatie uit Kabul. Ongelooflijk moeilijk, het hele land stond in de brand, de Taliban hadden het land overgenomen. Op het allerlaatste moment is het nog gelukt om een laatste tolkenfamilie bijvoorbeeld weg te halen. Maar letterlijk geen anderhalf uur later ging daar een bom af waar 170 doden bij vielen, precies op die plek waar wij stonden te werken. En dat is iets wat je niet snel vergeet. Ja, daar kan je alleen maar stil bij zijn, eerlijk gezegd. Het spannendste wat ik ooit heb meegemaakt, vond ik persoonlijk heel spannend, was dat ik bij de identificatie van iemand die uit een massagraf kwam in Bosnië was. En iemand die uiteindelijk succesvol is geïdentificeerd, waardoor de stoffelijke resten teruggegeven konden worden aan de familie. Dat proces van die identificatie heb ik gezien en dat vond ik heel ontzettend heftig, ook om zelf mee te maken. Hallo, mijn naam is Kelly en ik heb een vraagje en ik zou graag willen weten, wat heb jij bereikt als ambassadeur? Ja, dat is een hele, Kelly, dat is een ontzettend moeilijke vraag, een waanzinnig goede vraag, maar ook wel zo'n een moeilijke vraag. In El Salvador krijgen vrouwen die abortus plegen of beschuldigd worden van abortus, en het kan ook gewoon een miskraam zijn, die krijgen waanzinnige gevangenisstraffen, 30, 40 jaar. Wat wij toen gedaan hebben, is dat wij een lokale organisatie hebben gesteund in El Salvador, die dus al die zaken weer voor de rechter bracht. En deze vrouwen die al jarenlang vastzaten, nu een echte advocaat kregen en hun zaak konden bepleiten. En diverse vrouwen zijn ook vrijgelaten. Hoe vind je het om steeds te verhuizen naar een ander land? Ik vind het heel erg leuk, omdat het elke keer toch weer heel spannend is. Waar ga ik naartoe? Waar ga ik wonen? Maar inpakken en uitpakken is eigenlijk best wel, dat is eigenlijk van het verhuizen het minst leuke. Het spannendste is naar een nieuw land gaan, nieuwe mensen leren kennen, taal soms leren. Een strikje omheen doen. Perfect antwoord. Niks aan te doen. Nee, die wil niet meer.